Dus ook de kinderen worden niet ongeduldig als u het samen met de kinderen doet? Ja, het gevolg is natuurlijk dat het te warm uitkomt. Ja, dus komt het. 200 graden. Prachtig. En hier hebben we ze. Zo komen ze eruit. Ja, zijn, die is echt Fries, maar die heeft toch iets Brabants. Brabant. Ja, die is een beetje scheef. Die juffert goed, zeggen ze in Brabant. Oké. Dat is nu het één. Ja. Maar, nou hebben we weliswaar eierkoeken, maar ik vind gewoon, vandaag omdat het kindertjesdag is, dat je daar nog wat mee moet doen. Nou, het meest simpele is zoals ik ze vroeger te eten kreeg. In Brabant. Boter erop. Brabant. Hé, hey, mijn suiker is weg. Oh nee, ik heb nog suiker. Ik dacht al dat ik alles opgebruikt had, maar gelukkig heeft Karen nog wat neergezet. Ze denkt dan aan ons. Boter en suiker. Zo heb jij het vroeger altijd. Ja, wij hadden heerlijk, ja, zo. Maar, nee, ze zijn een beetje droog voor een kind, vind ik. Die Friese niet, hoor. Nee. Misschien die Brabantse wel. Friese eierkoeken zijn heel smeuig. Zou ik nou maar ophouden? Ik begrijp het al. Ze krijgt niks natuurlijk direct. Dat begrijpt u. Hè? En ik geef ze direct een tik op de vingers als ze aan iets durft te komen. Zo'n dwarsligger. Dan heb ik jou nog wel jouw provincie gekozen als eerste. Ja, je hebt gelijk. Als voor het thema. Jouwe mag nu. Oké. Okay. Helemaal. De eer is aan Brabant. Zo. De meest simpele manier met boter en suiker. Maar we hebben nog wat op onze kerfstok. Ja, want het ruikt hier heerlijk naar vruchten. Een beetje banketbakkersroom. En u zult me dat... ik geloof dat we dat morgen, nee, of vrijdag. Eén van die twee dagen gaan we morgen dat doen. Morgen hebben we blote kindertjes in het gras. Oké, dan doen we het vrijdag. Dat is maar... Vrijdag ga ik deze dikke banketbakkersroom maken. Dus let u vooral vrijdag ook even op. Okay. Dan weet u hoe dat eruit ziet. Crème pâtissière heet het. Oh, gaan we weer een mooi woord, doen. Ja. Maar het is gewoon banketbakkersroom. Wat tussen de... Hoe heet het ook alweer? De... Niet de sozen, maar die roombroodjes hebben dat. Ja, vraag het mij, ik weet het. Yes. Manon is volledig op de hoogte. Nou even pak ik van een verse perzik. Snij ik ook een plakje. Verse vanille erin, tenminste. En nou, vanille, ja. Vanille, zoals wij dat... daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dat zijn nou de zwarte tikkeltjes die je ziet. En dat is iets heel anders dan vanille suiker. Nou, kijk eens even, wat een gebakkie. Wat een feest. Zeggen ze dan in Delft, wat een gebakkie zeg. Kijk eens even, prachtig hè? Ja. Dat is ook een hele leuke. Ja, staat mijn naam op volgens mij, dat bordje. Is dat zomaar nog? Ja. de volgende. Ja. De volgende wordt geslagen crème fraîche. Mmm. Of gewoon room natuurlijk, dat kan ook. Maar crème fraîche is lekker lichtzurig. Dus het combineert dat goed met fruit ook, vind ik heel goed te combineren. En nou heb ik gewoon, omdat er op dit moment, lieve mensen, zijn er verse perziken. Dus ik heb er een verse perzik voor genomen. Maar je zou natuurlijk ook makkelijk, dus als je dat nou eens winters doet, zou je een abrikoos of een perzik half uit blik kunnen nemen. En dan ga je het effect krijgen van een gebakken eitje. Kijk. Oh ja. Zie je? Dat is leuk. Alleen is hij niet zo gelig nu, maar... Ja. Dat is het gebakken eitje. Wat leuk zeg. Ik zal hem ietsje meer geven, want je moet natuurlijk wel zorgen dat de randjes netjes zijn. Ja, ja vroeger ben ik jij nou maar een even. Klein beetje tegen het zondige. Dan ga ik even een leuke tekening van Tom Meijers laten zien. Want die is weer bijzonder de moeite waard. Tom is 6 jaar en heeft ons beiden getekend. En als ik het zo zie, dan ben ik dit hier, want ik zie mijn oogopslag, herken ik direct. Je bent ook wat langer. Ja, ik ben niet, net ietsje langer en mijn ogen staan echt typisch zoals Manon, zeg de maar. De Manon-ogen. En jouw haar zit, je hebt echt een goede haardag vandaag. En onze gele keuken. Tom, dank je wel. We bewaren hem bij alle anderen. En ik heb zo'n leuke brief, die heeft niets met deze gerechten te maken, maar... Ik ga hem toch even voorlezen. Dat je bent nog even aan het Ik ben nog even bezig. Van Tanja Habes uit Neer-Itter staat er volgens mij. Tanja schrijft een hele lap. En ik ga eens eventjes kijken waar ik kan beginnen... zodat u het allemaal leuk vindt, anders duurt het een beetje lang. Ze woont samen met een boerenzoon, een echte boerenzoon. Een hele lieve jongen, niks mee aan de hand... Maar hij, op culinair gebied is hij hopeloos. Nou, dat zijn natuurlijk veel mensen in ons Nederlandje en daarbuiten. He? Jazeker. Heeft er in principe weinig mee te maken of je nou boerenzoon bent of niet. In de winter gaat vooral om stampot en dikke soep. Maar nu wordt het weer zomer en ik ben de hamlappen met jus moe. Ik wil iets frissers. Sla lust hij niet, geen asperges.
Overal moet een vieze, vette klodder mayo op. Bah! Ria, heb je misschien een tip voor mij? Nou, kijk, we hebben van de week natuurlijk de preiprol gemaakt. Dat is natuurlijk op zich een hele mooie, dikke, vette soep. Maar ja, ze zoekt misschien iets eleganters. Ja, nou, eierkoeken. Dat kan zonder meer. Dat zal hij heerlijk vinden. Nou ja, is hij dan niet gek op een lekker gebakken kippetje of zo? Dan kun je hem van lieverlee toch eens daarmee zijn smaakpapillen wat laten ontwikkelen. Nou, over die soep, die prijprol gesproken, daar vragen ze ook nog wat over. Want ze maakt dan een groentesoep en dan staat ze 2 keer per maand een hele dag voor in de keuken om die soep te maken. En ze trekt dan een zalige, heerlijke en heldere bouillon. Tot het moment dat ze de vermicelli bij gooit. Want dan wordt het allemaal troebel en dat vindt ze helemaal niet leuk. En wat kan ze daar nou aan doen? Nou, dan zou ze of de vermicelli even apart moeten koken en af moeten spoelen. Want wat is er? Vermicelli is een deeg. Ja. Soort. En daar komt dus het zetmeel van af. Ja. Dus zodra je vermicelli aan iets toevoegt, dan is die minder helder, dat klopt. Dus eerst even de vermicelli apart in een beetje water of een beetje bouillonblokje van mij apart koken. Ja. En dan pas toevoegen. Dat is de methode. Goeie tip. Nog veel meer vragen, daar buigen we ons later wel een keer over. Wat ik intussen, terwijl Manon bezig was, Manon ruimen ze een beetje op in mijn liefde, keuken. Wil liefde, jij eens even zorgen dat ik wat kwijtraak hier? Ja, want tuurlijk, het is met een puinhoop. Ik ga gelijk aan de gang voor je, hoor. Goed zo. Gaan we weer katten? Ja. Oh, er is een aardbeidje over. Was dat is niet goed? Nee hoor, dat is uitstekend. Die mag je hebben. Dat snoep is nou zo leuk van in de keuken zijn, hè? Nou, fruit mag je altijd snoepen. Ik heb hier in dit pannetje zitten, en dat hebben we alles eerder gedaan, maar ik wil het u toch nog eventjes laten zien. Klein gesneden stukjes ananas, klein gesneden stukjes appel, eventjes aangefruit in een heel klein beetje boter en vooral heel veel kaneel erop. Kaneel, ja. En dat hebben we toen ook al eens een keertje met, ik geloof een vanillesaus gebruikt, Manon. Nou, dat toen ik dus dacht aan deze banketbakkersroom, die in wezen natuurlijk dezelfde smaak heeft, alleen veel dikker van structuur is, als een vanillesaus. Dacht ik van, hé, wat zou ik nou met die laatste pannenkoek of laatste eierkoek kunnen doen? En toen dacht ik, ah, dat hebben we al eens een keer gedaan. Maar mensen, het is zo lekker. Dat was in de week dat we de appeltjes deden. Weet je nog, Manon? Ja. En dat is zo'n ontzettend leuk gerecht om dat te presenteren. Ja. En vooral op iets wat toch voor een kind is een eierkoek wat droog. En op deze manier maak je hem wat sappig. Dus weer diezelfde vanillevla erbovenop. Of vanillevla, banketbakkersroom. Het lijkt wel een beetje op vanillevla, maar het is gewoon wat dikker. En dan een bergje van deze appeltjes en ananas erbovenop. Nou, dat wordt weer knokken zo, hè? En je kunt je voorstellen, als je eierkoekjes bakt op deze manier, voor een kinderpartijtje zou het natuurlijk ook leuk zijn. En misschien kun je ze zelf wel dit soort eierkoeken laten versieren, hè? Waarom niet? Dat is juist leuk. Ik denk dat kindertjes dat leuk vinden om dat samen te doen. En dan hebben we op deze manier een heel leuk assortiment. Brabantse eierkoeken. Oké, zij wint. Groene asperges, moeten die nou wel of niet geschild worden? Dat was de vraag van 2 weken geleden. En Ria weet het antwoord. Nee, ze hoeven niet geschild en dat is wat fijn ook. Ja, dat scheelt weer een hoop werk. Een zwarte pak ik, Manon. Dat is ook weer leuk. Ze hoeven niet geschild. Aan Jacobus in Akrum. Dat is in het Hoge Noorden, hè? Volgens mij wel. Je moet me er niet aan ophangen, maar geloof het wel. Ja, hè? Ja. Van harte proficiat met een prachtig prijzenpakket. Dat komt naar je toe. Een staafmixer met hakmolen. We mogen je een jaar lang verwennen met een culinair magazine, een lekkere fles wijn en een reliëfpan. En de vraag van vandaag. Wat kan die anders zijn dan waar komen eierkoeken eigenlijk vandaan? Dat zou ze willen. Nee, niks nee, hoor. Nee, nee, dat is niet dit is hem niet hoor. Nee, nee. De vraag is een beetje ingewikkeld. Ik wil je ook even je hulp erbij nodig, of ik hem goed zeg. Ja. Wat is nou het juiste moment om te stoppen met het kloppen van de eieren? Wacht even, zeg ik niet goed. Eieren met de suiker, nee. Eieren met de suiker, daar begin je mee. En wat is het juiste moment? Om te stoppen. En ze begint gelijk weer van die dingen te doen hier. Vandaag of morgen, nee, dan hoor. Geef ik je een Friese map. Met een Brabantse kosterij. Weet u het antwoord? Schrijf het op een briefkaart. Stuur het naar Kook TV. Postbus 5x2 2302 KA in Leiden. En wat u maar kwijt wilt aan ons, als u vragen heeft, suggesties of aanmerkingen over
Brabant en Friesland. Brabant en Friesland, bij voorkeur. Dan horen we dat heel graag van u. We zijn er morgen weer met blote kindertjes in het gras. Ja, niet de billetjes. Nee? Daar is ook een discussie over. Regelen we morgen dat met u. Morgen. Dag. Nederland 1. Dag.